podium. Er is hier een verkleedpartij gaande. En verschillende groepen zetten verschillende mutsen op, hoedjes op. Tooien links van de hornisten. Dat is een soort cowboys. Brandweermannetjes rechts van de trompetten en de trombones. Het ziet er ongelooflijk exotisch uit. Een soort carnavalsmaskers bij de slagwerkers. Ondertussen rent Peter Billon weg van het podium. En de muziek die u hoort is overigens van John Williams, de Superman music. Ah, en daar komt Peter Billon al terug, zelf als Superman met een rode cape. Helaas niet het prachtige blauwe gespierde pak eronder, maar wellicht komt dat toch. Zie ik dat een van de kleine tisten in een volledig groen kikkerpak erbij zit. En de petjes van de koperblazers hebben inmiddels plaatsgemaakt voor een soort varkensdiertjes, een soort schulpadjes. Dat kan ik goed zien vanaf deze afstand. En de altviolen hebben een soort broodroosters op hun hoofd waar een dubbele toast uit komt. Solisten als een soort Willem Tell, een instrument gebruikend als pijl en boog. En elke keer als er solistische partijen zijn, dan staan er betreffende groepen op. Het is een prachtig kleurrijk gezicht. De lucht in. Ik heb waarschijnlijk net iets te weinig science fiction films gezien om alle personages, mochten het verwijzingen zijn, thuis te kunnen brengen. Maar het ziet er als een bijzonder bond sprookjesgezelschap uit. Traditie bij het Nederlands Studentenorkest om dit soort onfijn uit te halen aan het einde van het concert bij de toegift. Superman gaat af met zijn rode cape wapperend achter zich aan. En daar is hij weer.
met veel getrappel onthaald door de leden van het Nederlands Studentenorkest, die natuurlijk bijzonder ingenomen zijn met deze geweldige dirigent. Ik hoop dat u mij enigszins kunt verstaan. Ik eet de microfoon zo'n klein beetje op. Maar het applaus is zo ontzettend hard. Ik kon er echt niet overheen. Peter Biloen. Bedankt. Het publiek. Het orkest natuurlijk. En vliegt weer naar buiten. En neem nog een keertje naar terugkomst. Het op applaus in ontvangst. En ik geloof dat dat in ieder geval het applaus was. Ja, nog één keer. Ja hoor, daar moet hij nog een keertje op komen. Peter Biloen en het Nederlands Studentenorkest. Het allerleukste is natuurlijk om hierbij te zijn tijdens die tournee van het Nederlands Studentenorkest. Het is altijd anders in de zaal. Je moet in ieder geval ook die pakjes zien. En wat ik aan het begin van de avond al zei, er is een mogelijkheid toe. Want morgen is het laatste concert, de feestelijke afsluiting in het Concertgebouw in Amsterdam. En ik heb begrepen dat er nog enkele kaartjes voor beschikbaar zijn.